Trainingsvisie. Bert, uh, allereerst van harte gefeliciteerd met deze klinkende overwinning. Ja, hij was uh, erg prettig, Pieter, klopt. Ja, uh, prettig. En volgens mij uh, zat je na een kwartier al uh, redelijk uh, ontspannen naar de uh, wedstrijd te kijken. Of, of uh, heb ik dat verkeerd? Nee, dat heb je zeker niet verkeerd. Nee, ja, weet je, uh, de, eerste, de eerste kansen gingen er niet in. En dan denk je, nou, wordt het zo'n dag. Maar je zag op een gegeven moment wel dat we, we dusdanig in de wedstrijd zaten dat het een kwestie van tijd was voordat we doelpunten zouden maken. Ja, en dan zie je dat uiteindelijk uh, vrij snel 0-2 staat. Ja, en dan zit je gewoon anders langs de kant. Uh, zo eerlijk moet je wel zijn. En wat een geduld uh, brachten ze allemaal op. En wat een precisie opeens weer in die, in die combinaties. Of opeens, langzaam maar zeker, begint het weer te groeien de laatste wedstrijden. Ja, we natuurlijk, een paar weken geleden uh, zijn we het proces ingegaan. En uh, dat begint steeds beter nu weer te werken. Die jongens hebben er veel vertrouwen in dat dit de manier is hoe wij willen en kunnen voetballen. Maar ja, dat, dat werkt alleen op het moment dat je wedstrijden wint. Dan neemt het vertrouwen alleen maar toe. Maar uh, ja, je ziet ook de trainingen. Uh, daar loopt het soms nog niet zo, omdat we dan te ongeduldig zijn. Maar het blijkt dus gewoon in dit soort wedstrijden dat als je inderdaad uh, de rust bewaart, uh, dan komen die ruimtes vanzelf. En dan gaat het erom dat je die momenten leest. Nou, je hebt zaterdag ook gezien dat die momenten er vaak wel waren, maar dan pakten we hem nog niet. Maar goed, dan nog steeds geen paniek. Weer opnieuw opzetten en weer opnieuw uh, die kansen willen benutten. En ja dat hebben we zaterdag tot aan de 90ste minuut uh, goed gedaan. Het kwam steeds over als een uh, omsingeling. Dan ging die bal weer even naar links en dan ging die weer even naar rechts. En dan in één keer dan komt die Paas uh, door de linies of tussen de linies uh, in. Ja, eigenlijk hoe je het graag wil zien tegen de tegenstander die uh, nou, volgens mij echt wel met 11 man achter de bal stonden, uh, moet je dat ook doen. Hè, op het moment dat je te snel gaat inspelen dan veroveren ze hem sneller, kunnen ze weer uitbreken, moet je weer achter die bal aanrennen. Je kan soms wat meer, beter wat meer overleg in je aanvalspatronen hebben en dan uiteindelijk tempo in de eindaanval Want er moet natuurlijk wel wat gebeuren op het einde. Ja, en dan hebben we natuurlijk een paar jongens voorin lopen die uh, heus wel raad weten met die voorzetten. En, en wat nog mooier was, we hebben zes verschillende mensen gehad met een assist, en dat is, uh, is prachtig om te zien. Dat is heel erg mooi ja, en, maar en zelden heb ik zo'n zorgeloze reacties gezien van de tegenstanders, zo van ach deze wedstrijd dat was ingecalculeerd en voor ons zijn de nakompetitiewedstrijden toch het belangrijkste, dat weet je wel. Ja, het, ja, ik vond het wel grappig. iemand zei, na de wedstrijd, We hebben de eerste en de tweede set gewonnen tegen SJC thuis 6-3, hier 6-0. Uh, maar ja, je had ook wel een beetje voetomstandigheden omstandigheden daar. Uh, Geen ja, gekleedkamers. Dat waren zat in een keet. Uh, iedereen denkt, nou, dat wordt een lastige dag. Maar zij waren redelijk gemoedelijk. En, en uh, ja, dat kan ook overstaan op mijn team op dat moment. Maar dat, dat gebeurde niet. We hadden uh, ja, toch ook wel een missie. We hebben een missie. We willen 100 doelpunten maken. We willen Olivier naar uh, de topscorers-titel helpen. Nou ja, daar moet je dus met z'n allen er je beste voor doen. En uh, uiteindelijk moet dat gaan leiden. Tot de nacompetitieplek. Proberen die 100 uh, te halen, hè? Ja, dat zeg ik. Dat zou uh, ja, prachtig zijn. We staan nu op 94. Uh, maar wat nog mooier is, um, we hebben er ook maar 38 tegen. Dat betekent dus dat we uh, het gewoon goed doen als, als elftal al in zijn totaliteit. Want anders zou je er ook 70 tegen kunnen hebben. Dan is die 94 niks waard. Maar uh, als elfte staan we goed. En uh, ja, het zou toch wel uh, erg fraai zijn als we die 100 aantikken. Ja. Precies. En uh, ja, dan heb je natuurlijk ook uh, gelijk met in je achterhoofd uh, de nakompetitie natuurlijk. Ja, daar moeten we het natuurlijk over hebben. En dan, dan, dan komt het wel lekker uit dat de jongens zich uh, langzaam maar zeker steeds beter in hun vel voelen. Ja, kijk, je moet niet vergeten De de thuisnederlaag tegen Noordwijk heeft veel uh, met de Boys gedaan. Uh, en niet alleen met de Boys, met iedereen. Hè. Dat was het moment waarop je het kampioenschap uh, in feite verliest. Zo eerlijk moet je zijn. Nou, nu hebben we weer nieuwe doelstellingen met elkaar afgesproken. En dan, ja, dan, dan loopt dat en dan gaat dat goed. Uh, maar het is ook zo, uh, we zijn nog steeds afhankelijk van ASWA. En in dit geval dan Quick Boys. Dus het uh, betekent dus dat je overal klaar voor moet zitten. En dus je eigen wedstrijden moet winnen. Dus worden voorlopig Tech en Jong Volendam nog niet bekeken? Die worden wel bekeken. Maar op dit moment uh, ja, moet je eerst maar zorgen dat je niet na competitie komt. Dus, uh, maar we doen ons huiswerk natuurlijk wel en uh, alle teams worden bekeken. Maar we zijn er klaar voor op het moment dat, uh, dat we naar de competitie mee mogen doen. Maar uh, daar zijn we sterk afhankelijk van uh, wat ANVA en QuickBoys doen. Heb jij het idee dat uh, Richard Plug uh, en zijn jongens uh, het huiswerk ook uh, goed gaan doen uh, komende zaterdag? Nou, geloof maar één ding. Uh, Odin gaat er alles aan doen om van ons te winnen. Kijk, Odin is gewoon ontzettend goed tegen teams die uh, bovenin meedraaien. Uh, kfb Beek heeft ze ook fantastisch gedaan. De mentaliteit is fantastisch van de spelers van, uh, van Odin. Ja, laat eerlijk zijn, Ries komt hier naartoe. En die jongens zullen toch ook voor hem uh, de best willen doen om, uh, om hier zaterdag te winnen. En ze hebben zaterdag met 3-5 verloren. Dat zal niet lekker zitten. Um, maar goed, weet je, ik vind Odin is, is 100% beter dan het SCC is. Het systeem is bijna hetzelfde. Dus uh, laten we dan maar zien dat we ook tegen een goed Odin uh, kunnen winnen. En dan had hij het plan om Berry van Dijk in de spits te zetten. Dat uh, vertelde hij toen in het interview hier. <laughs> toen, toen bekend werd dat hij de nieuwe trainer zou uh, gaan worden. Maar Berry uh, is er helemaal niet bij. Hè? Nee, helaas niet. Uh, niet omdat hij dan niet in de spits kan spelen, want uh, dat kan hij ook. Dus hij is gewoon erg belangrijk voor, voor dit Odin. Zijn uitstraling naar binnen en naar buiten toe. Hij is uh, gewoon Odin. Uh, hij heeft een schorsing en uh, ja, dat is natuurlijk een levensstuk kwaliteit in. Uh, en, en rust binnen zijn elftal vooral. Maar ze hebben nog genoeg klasbakken over om, uh, om dat wel goed doorheen te komen. Maar ik vind het zelf jammer, want ik heb nu jarenlang uh, ja, tegen, tegen Barry mogen spelen. En uh, ja, het is jammer dat hij er zaterdag niet bij is. Zullen we even een, een, een gokje wagen op de einduitslag uh, aanstaande zaterdag? Mag of of mag... Uh, mag dat niet? Ah, jij mag gokken, maar ik, uh, ik snap waar je naartoe wil. Maar jij mag erop gokken, maar ik doe er niet aan mee, uh, Pieter. <laughs> nee. Ze zijn ook vrijgesproken, hè? Ja, en, de, en dus is er niks aan de hand geweest? Ja, uh, helemaal niks aan de hand natuurlijk niet. Trouw, een beetje een grapje. Uh, Bert. Maar de wedstrijd van zaterdag is in ieder geval uh, geen grap, wat jullie betreft. Nee, zeker niet. Deels omdat je voor eigen publiek uh, mag je nooit een wedstrijd laten lopen. Deels omdat er nog heel veel te halen valt. En deels om die speelwijze van ons beter te perfectioneren. En uh, nou, daar moet Odin eraan geloven zaterdag.